Traditiegetrouw willen ze de eerste van Brabant zijn. De Boerenschuur in Riel opent morgen zijn kerstshow. Tot en met 2 januari van het volgend jaar trekt de Kerstmannenballenstallenshow 50.000 bezoekers. En ja, ieder jaar moeten we er natuurlijk weer anders bij hangen om erbij te horen. Komt-ie! Je zegt, hier is altijd, wie is er nu gek? Ze vragen mij, heb je een schema? Maar ik werk niet met een schema. Degene die de kerstballen neerlegt of degene die de kerstballen koopt. Morgenavond moet het af zijn en dan is het af. Natuurlijk krijgen ze bij de Boerenschuur commentaar dat ze de kerstbomen en ballen weer veel te vroeg van stal hebben gehaald. Anderhalve week lang, toch 15 uur per dag zijn wij bezig hier. Om die kerstafdeling in orde te krijgen. Maar economisch is de kerstballentijd de belangrijkste tijd voor ondernemers. Een zeer aanzienlijk stuk van de kerstverkoop, maar ook de speelgoedverkoop, vindt zich plaats in het vierde kwartaal. Dan moet er bijna de helft van een jaaromzet in één kwartaal naar binnen gehaald worden. Dus een enorm belangrijke periode voor de non-foodwinkels, maar zeker ook voor de Boerenschuur. Vandaar dat het alle hens aan dek is om ons de nieuwste trends op tijd te kunnen laten zien. Dit jaar zijn de trends vooral de natuurtinten. Oyster, Graffit en Dusk Blue. Ondanks de hang naar de natuur. En dan komen we van hieruit in het grote kerstbomenbos. Zijn plastic kerstbomen in en blijven ze in. Weliswaar met prachtige namen. Dit is het type Ontario. Dit is een Sherwood. Sherwood Spruce. En niet van echt te onderscheiden. Een spuitbusje voor de geur erbij en absoluut geen verschil met de ontdekking. Op zijn retour, ondanks zijn mooie kleuren, lijkt de bal. We hangen er nu vooral andere rotzooi in. Net als ja, een klein schoentje, een sterretje en zoiets. Er wordt steeds meer. Maar dit is wel de supertrend van 2010. Enorme decoratiestukken. En voor zo'n enorm stuk moet je gauw €90 neerleggen. Komt-ie! Ja, dan blijft die oude bal toch iets goedkoper.